Het belang van hoffelijkheid. Het belang van hoffelijkheid. Hoffelijk zijn kan een hoop voordelen bieden. Het resoneert niet alleen in anderen, maar is ook positief voor onszelf. Op emotioneel niveau kan het ervoor zorgen dat we in harmonie zijn met de mensen om ons heen. Hoffelijkheid biedt een hoop voordelen. Het resoneert niet alleen in anderen, maar is ook positief voor onszelf. Op emotioneel niveau kan het ervoor zorgen dat we in harmonie zijn met de mensen om ons heen. Hoffelijkheid is bovenal een persoonlijke waarde. Vanaf dat we kinderen zijn leren anderen ons wat de basisaspecten van hoffelijkheid zijn en hoe we met anderen om moeten gaan. Om deze lessen nuttig te maken is het belangrijk om altijd rekening te houden met deze regels. Op die manier kunnen we authentiek zijn en er gebruik van maken. Hoffelijk zijn vereist wilskracht. Hoffelijkheid staat gelijk aan vriendelijkheid en het geven van erkenning aan anderen. Het is een universele vorm van respect. We moeten hoffelijk zijn om te kunnen genieten van het beste dat elk van onze relaties met anderen kan bieden. In dit artikel kijken we naar wat hoffelijkheid precies inhoudt en hoe je deze onmisbare eigenschap kunt ontwikkelen. Hoffelijkheid, een manier om positieve energie uit te stralen, iets dat we waarschijnlijk allemaal wel eens hebben opgemerkt, is hoeveel macht dagelijkse positieve gebaren kunnen hebben. Van het vragen hoe het met iemand gaat tot het zeggen van bedankt en pas goed op jezelf. Kleine gebaren en woorden verbinden ons met elkaar. Vergeet echter niet dat dit allemaal niet mogelijk is als je niet oprecht bent. Om respect te tonen, moet je dicht bij iemand staan en een duidelijk doel voor ogen hebben. Bovendien is het belangrijk om te weten welke behoeften iemand heeft. We nodigen je uit om even op dit onderwerp te reflecteren door te kijken naar een paar concrete ideeën. Waarom beschikken sommige mensen over te weinig hoffelijkheid? Hoffelijkheid houdt veel meer in dan de goede manieren die we als kind aanleren. Het gaat verder dan de deur voor iemand openhouden, bedankt zeggen, voor iemand opstaan in de bus of zelfs luisteren voordat je spreekt, en je zou kunnen zeggen dat deze dimensie niet bij iedereen terug te zien is. Het is vooral een persoonlijke waarde. Mensen die niet hoffelijk zijn, zijn niet in staat met anderen mee te leven. Dit soort mensen zijn vaak geneigd om zichzelf voor anderen te plaatsen. Ze hebben een trotse of uitdagende houding. Hoffelijkheid is een strategie die ons in staat stelt om ons aan te passen aan onze omgeving. Mensen die niet genoeg manieren hebben, hopen dat anderen voor hen zullen veranderen. Pier Massimo Forni is een dokter en hoogleraar aan de Johns Hopkins Universiteit. Met het oog op al zijn werken aangaande sociaal gedrag springt vooral zijn boek Choosing Civility, de 25 Rules of Considerate Conduct ertussen uit. Volgens dokter Forni kan een gebrek aan hoffelijkheid het gevolg zijn van verschillende vormen van sociale agressie. Sommige gevallen kunnen ook voortkomen uit emotionele onvolwassenheid of psychologische problemen. Vormen van hoffelijkheid. Wat vooral interessant is, is dat er verschillende vormen van hoffelijkheid bestaan. Je kunt deze verschillende vormen zelfs waarnemen. Stephen Levinson is een wetenschapper die gespecialiseerd is in sociale relaties.
Hij maakt onderscheid tussen twee waarneembare vormen van hoffelijkheid: negatieve hoffelijkheid. Deze vorm van hoffelijkheid is verbonden aan ons taalgebruik. In dit geval maakt iemand voornamelijk gebruik van negatieve zinsvormen. Bijvoorbeeld, als je het niet erg vindt en of als je het niet vervelend vindt, dan ga ik en apostrof. Positieve hoffelijkheid. Deze vorm van hoffelijkheid is vooral verbonden aan de poging om positieve relaties op te bouwen met iedereen om ons heen. Positieve hoffelijkheid gaat echter nog veel dieper dan dit kleine onderscheid. Het heeft ook betrekking op ons taalgebruik, onze gebaren en onze daden. Dit komt doordat we graag het beste van onszelf willen geven aan anderen. Dit zorgt er namelijk voor dat we ons goed over onszelf voelen. Dit is wie wij zijn. En bovendien is er in dit geval geen sprake van verborgen agenda's. Hoffelijkheid en vriendelijke mensen. De vriendelijkheid van een ander heeft jou vast wel eens verrast. Wellicht ontmoette je ooit eens een vreemde die jou meteen behandelde als een goede vriend en zijn hulp vrijwillig aanbood. In eerste instantie verbazen we ons hierover. We hebben het gevoel alsof dit soort gedrag niet normaal is. Misschien is deze persoon wel ergens op uit. Het is echter wel normaal. Vriendelijke mensen die emotioneel open zijn bestaan wel degelijk. En deze mensen zorgen ervoor dat de wereld een betere plek wordt. Om zelf deze authentieke en vriendelijke mensen te worden, zijn er een paar stappen die we op kunnen volgen. Maak gebruik van respectvol taalgebruik. Dit is vooral belangrijk in het geval van emotionele openheid. Enkele zinnen die je kunt gebruiken zijn: ik begrijp het of ik snap wat je zegt. Toon oprecht interesse. Het is goed om rekening te houden met een ander. Vooral als er iets is dat wij kunnen doen om de situatie wat luchtiger te maken of te verbeteren. Wees altijd eerlijk en oprecht. Soms kunnen mensen neerbuigend zijn omdat ze niet oprecht hoffelijk zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: bedankt zeggen of hoe gaat het? Vragen, alleen maar omdat je denkt dat dit moet. Als het je niet echt interesseert, dan hebben deze uitspraken en vragen geen betekenis. Vergeet niet dat anderen het altijd kunnen merken als je niet oprecht bent en dat ze dit onthouden. Om hoffelijk en respectvol te zijn naar anderen toe en anderen erkenning te geven, is het belangrijk om eerst zelf emotioneel gezond te zijn. Het is heel moeilijk om met anderen mee te leven en optimistisch te zijn als we tegelijkertijd een soort wrok naar iemand voelen. Hoewel onze emotionele gesteldheid natuurlijk van dag tot dag anders is, kunnen we hier wel aan werken. We kunnen proberen om zelf persoonlijk en emotioneel in balans te blijven. Alleen wanneer het goed gaat met onszelf kunnen we het beste van onszelf aan anderen geven. Dit is onze positieve energie.